Welkom bij WOVAR. In deze video gaan we het hebben over onze veiligheidsscharnieren met dievenklauw. Veiligheidsscharnieren met dievenklauw wordt gebruikt voor buitendeuren en voor ramen. De dievenklauw zorgt er namelijk voor dat het raam of de deur er niet uitgewrikt kan worden als deze dicht zit. De dievenklauw valt namelijk in het gat, waardoor deze zich altijd verankert in het kozijn. Een veelgebruikte inbraakmethode is namelijk dat ze de stift of de pen van de scharnier eruit slaan, waardoor de twee vleugels loskomen van elkaar. Mocht de pen dan zijn verwijderd, tillen ze het raam of de deur er zo uit. Dan gaan we nu een veiligheidsscharnier met dievenklauw monteren. We hebben het scharnier al uitgefreesd met behulp van onze freesmalset. Zetten we nu het scharnier op de juiste plek. Dan tekenen we het gat waar de dievenklauw in komt, tekenen we af. Deze gaan we even voorboren met een vlinderboor 20 mm. Vervolgens gaan we de schroefjes even voorboren. En dan schroeven we het scharnier vast op het kozijn. Zoals u dus ziet, komt het gatgedeelte van de scharnier op het kozijn. Voor het monteren van deze veiligheidsscharnieren gebruiken we verzinkte spaanplaatschroeven 4,5 x 40 mm. Zoals u kunt zien verzinkt deze kop namelijk mooi in het scharnier. Naast deze twee varianten hebben we nog veel meer soorten en maten veiligheidsscharnieren. Kijk voor de beschikbaarheid hiervan op onze website. De afgeronde variant is populairder dan de rechthoekige variant. Dit heeft alles te maken met het gemak van het gebruik van onze freesmalsets. Heeft u nou thuis normale scharnieren voor uw buitendeuren of ramen en wilt u toch extra zekerheid tegen inbraak? Bestel dan onze losse dievenklauwen. Deze kunt u gewoon vinden op onze website. Dit was de video over onze veiligheidsscharnieren met dievenklauw. Wilt u nou meer weten of bestellen? Ga dan naar wova.nl/veiligheidsscharnieren. En onthoud, WOVAR bevestigt het keer op keer.